Gisteren de allersnelste man op een baan die, u weet het, het hele slechte weer erg koud was, weinig grip bood en veel brachtvogel kwam op een tijd van 7,9 seconden. Hij heet Frank en Betty Frank bij hem, met zijn moeder natuurlijk ook. Vader en moeder bij hem en dat is toch wel een hele leuke familie. En Dymo uit Nederland, Puma en Silco Rien zijn de grote sponsors. En graag een applaus voor Phil Brachtvogel en zijn crew. Bobby Wheeler. En Bobby, de man die hier kennen van het voortreffelijk spektakel. En hij is een hele kleine crew bij hem vandaag. Want zijn papa, die andere man, is zo heel trouw bij hem. Die zit in de rolstoel, die heeft zijn been gebroken. Dat komt allemaal wel weer goed. Maar voorlopig is hij even alleen. Maar kijk eens even hoe hij alleen is. Wat een charmant gezelschap. Bobby Wheeler, Peter Etienne van Eurovisie aan Drachten. En met Laurence wens u een hele goede race. Vanzorin is de sponsor van Bobby Wheeler. Dat was net hoor, dus die mooie spandoeken van Euron Oil hier. En Bobby was gisteren tweede snelste man in de vijfde snelste man met een tijd van 8,3. En die twee mensen die daar dus veel Brachtvogel en Bobby Wheeler, die zien wij straks tegen elkaar eens in de eerste wedstrijd. En Mathieu en Pieter heeft hier bij hem. En kijk maar even wat een prachtig mooie motorfiets. Salomon Powersport. En graag een applaus voor Mark Wemmer, echtgenote Kim, zijn zoon Anton Helfer, zijn zoon Mathieu en Peter Helfer. Sommel Engineering en GSC Engineering zijn de sponsors van deze snelle Mark Wemmer, die zich nu dus op 4 cilinder in de land heeft gestort. En dat geeft een voortreffelijk deed met een tijd van 8,302. De tegenstander van zijn Rob Pellen. Rob Pellen. Ja, als ik zeg een vertrouwd gezicht in de dag, dan zeg ik natuurlijk niet verkeerd. Maar dat geldt eigenlijk voor alle andere coureurs ook. Carmel aan de motor. Carmel, je zit on the bike nou. En Carmel, die heeft gisteravond een prijs gekregen. Ja, heel erg leuk was dat in de tent. Overigens, de andere man is Pieter die erbij is. Kendall Oil is de sponsor. En ja, die mensen kennen deze hier nog niet van de mooie spandoeken en van de mooie spekjes van de Euroloid. Maar ook van het gaat ook goed met een 8,643. En zo die kan, dan moet hij straks maar opletten. Die staat met de vingers die precies te wijzen hoe papa Rob, hoe die precies zijn motorfiets neemt te zetten, waar hij de rubber moet strijken en hoe hij meer krijgt. En het is heel erg leuk om te zien. De volgende man, en de laatste man die 10 jaar geleden hier die soort kreeg, Stefan Rijssen. Stefan, na 1985 eindelijk weer hier bij ons in Drachten. Dankzij het sponsoring van motorbedrijven uit de buurt, maar daarom straks wat meer. Stefan was gisteren tweede snelste man met 8,187. En Hakken. Zijn zwager, zijn brother-in-law, zoals ze dat zeggen, is de helper bij hem vandaag hier. En echt nooit die blijft rustig toekijken van achter. Zijn sponsors, Firestone, Allergrootse, Kwekersteen en NGK. En Stefan Rijssen, de man die zijn persoonlijk record op 6,7 seconden heeft staan, die is ongetwijfeld vandaag weer met zijn snelle Yamaha, zijn motorspeed Yamaha. Met NGK muziek is hij weer verschrikkelijk snel. Stefan Rijssen dus. Zijn tegenstander zal zijn Erik de Moel. De Franse broer van Bobby Wheeler, want u weet het dat Bobby Wheeler daar niet zijn naam doet. Heeft ook een succes. En met nog enige sponsor Valvoline,
Moet je Erik de Boel het op gaan nemen tegen Stefan Rijzen. Stefan die dus 8-1 draaide, Erik de Boel 8,5. En dat wordt uiteraard ons natuurlijk een pracht van een race. Ja, en ik wil zeggen dat zijn er dan nog wat Nederlanders in het drekrace gebeuren, want ze zijn er zeker. En als er verkloppen niet andersom, komen zij beide tegen elkaar in de vierde en laatste race van de eerste sessie. De drekbikes. En dat zijn in volgorde Roel Koedam. Roel, die met zijn linkerdam, om het zo maar te zeggen, de Penrod, Jody Akkendam, een voortreffelijke 8.346 neerzetten. 8.346. Daar komt Roel aan, met Marius en met Peter. Getrouwe helpers, en kijk maar eens even naar die prachtige mooie Zodiac, Benzo, Dam, dubbele Puma machine, twee motorblokken erin. Graag een applaus voor Roel Koedam en de crew. Heel erg mooi, die dubbele blok Puma, destijds door Tom Tout gebouwd, komt de grote man achter Zodiac gebeuren. En zijn tegenstander zal zijn Henk Geven. En Henk, en ook daarvoor graag een applaus. Henk weet pas zijn tweede wedstrijd met deze nieuwe machine, en Geven die we dus kennen uit de tijd. Van de trein, om het zo maar te zeggen, in elk geval stotere stammen machines. Die heeft nu een viercilinder met bovenliggende nogmaals. En ik moet eerlijk zeggen, met zijn Crossfield, Shuoka van Hees, die de Douglas, van Beek en Penzoil, Little Partners, heeft hij aan de helper Douglas en Roger voortreffelijke hulp. En in de tweede wedstrijd kwam hij tot een hele keurige 8,7 seconden. Applaus voor Henk Geven. En dat zijn dus de 8 mannen die straks in de drekbike, en straks dat is dus al vrij snel over 1 uur. De motorfietsen zijn dus kant en klaar om 1 uur gaan geregeld aan. Phil Krachtvogel tegen Bobby Fiedler, Mark Kumpel tegen Rob Staller, Stefan Rijssen tegen Erik de Boer en Roel Koedam is erbij. Gesponsord door Viking Tires en twee Sounders. Twee Sounders tegen standen krijgen tot Pauls. Tom en die had dus ook dat Vincent mee zou nemen. De motorfiets duwen en heeft hem keurig gedaan. Tom en Vincent, de grote mannen van de Zodiac. En daar is Tom met zijn godvader. En graag een applaus voor Wayne Saunders en Tom Pals, die in de eerste race van. Tom dus met zijn dikke Harley, de Zodiac Harley. Dan is daar. Dat is nummer 3, Len Paget. Len Paget heeft heel bij hem. 29 jaar jong, rijdt al 10 jaar en Rob Willis Motorcycle is zijn grote sponsor. De volgende man is Leo Hopf. Waar vinden we Leo? Leo staat op de zesde plaats. Die draagt als tegenstander Frank Jurowski. Leo Hopf, hier is Leo. Heeft echt nog een Jolanda meegenomen op de kleine motorfiets, zodat we straks weten wie terugneemt. Evenals Erik en Theo. Dat is een zelfgebouwde pro-stok en daar is best trots op, want die had een goede tijd van 1,4. Volgende pro-stokker, John Morton. John, de man met startnummer 12. Hij had de derde snelste tijd gisteren in 8,9. John Morton, also voor jou welkom. En dan graag voor u, dames en heren, ook weer een applaus voor John, die hier met een hele crew. Tini Wink, Andy, Evan, Janet, Angela, hij heeft allemaal meegenomen. En Motorsport TNB Express is zijn grote sponsor. Jurgen Hortica is niet bij hem. Jurgen Hortica met André en Michael en Reinhardt. De eerste keer in de pro-stoklasse rijden, dan is het dus wat zijn tegenstander. Met P33 hebben we Alfred Ballen, Alfred die tot 4,7 kwam gisteren, als tegenstander die de John Morgan zal treffen. En Alfred Ballen heeft Marcel bij hem. En Alfred Ballen heeft de tegenzet bedrijf, en dat is geen sponsor. Kijk even, Rijm op Bos. En ik dacht dat het woordje verluidde dat het team in de lange broek moest komen, maar ik vind dit veel en veel mooier. Rijm op Bos, geassisteerd door René, verhengd door Yvonne en Linda. En de taxi store kledingbedrijf en Peets Haarmode en we zien dat die inderdaad het nodige werk gedaan hebben om te zorgen dat Rijmel Poster voor het treffelijk uitziet. Hij kreeg gisteren de scrutineers aan omdat het allemaal perfect uitziet. Met P98 loopt Peter Schmid erachteraan. Peter heeft de Andrea Schamba als halve bij en nog een dame die de Henkak niet aan mee doorgeven. Met start nummer 8 is daar Harry Slager. Harry met de John en Bouw geloof er ook bij zijn eentje, de hond is echt genoten bij Harry de sponsor, de Purrelui, de grote sponsor hier van het evenement, samen ook weer met Roelof Thijs als sponsor. Gaan Harry Slager proberen om die 9-4 te verbeteren. Ik kom die lijst niet eens met toe aan een applaus voor Harry Slager en voor Jon Morton en voor de andere mannen die daar in de groep zouden. Dan hebben we hier met 23 Alex Verwils. Alex Verwils die Patrick en die landen bij hem heen, plus die Custom International wordt gesponsord. En op die wijze zijn Harry aan het draaien proberen te houden. En dan gaat hij tot nog toe voor treffen kan. Met een tijd van 10,8 krijgt hij als tegenstander Rob van Hinnekeweijer. Kijk, u weg, denk je.
De volgende man hier, een ontzettend leuk iets. Dan moet u eens gaan buurten, maar dan moet u wel de tolk mee gaan nemen om te praten. Zo haast ineens dat u echt niet kunt verstaan. Ben Kozel. Ben, Frank en Erik, had u opgegeven om mee te nemen. Hij doet nog een charmante echtgenoot. De beide charmante dames. Dat is Ben Kozel, Drag Racing Team. Ontzettend leuk. Hij heeft een eigen bronfietszaak en dat is al even de sponsor. Ben Kozel, die al 16e man in het van met een tijd van 30,4. Dat is hier van de man die vorig jaar Europees kampioen was. Dit jaar met zijn start nummer 2. Dat wil niks meer of minder zeggen dat hij tweede was in die strijd van het Europees kampioenschap. Gisteren zei hij 4 dezelfde tijd neer. Rob van Ginneken, 9,1. Rob van Ginneken, Raymond de Wien. En Tony Willis zijn bij hem als trouwe mechanicien. Zijn vaste sponsor is Pendoil. En ook dat is hele pas goed. Dus de mooie spandoek hier van Euroloy, dat kan ik u verzekeren. Diamond en Chubak die horen er ook bij het sponsorpakket van Rob van Ginneken. Dan de P49, mannen die er ook al lang bij zijn met z'n tweeën. Joachim Turovski, Frank en Joachim Turovski, met z'n tweetjes verzorgen ze een kiesje mannen van het VSOP Track Racing Team. En Turovski heeft een heel hoop als tegenstander. Wel, dan heb je Aardbom, helemaal nieuw, het jonge talent. Niet Aard dus, want Aard duurt de motorfiets, papa Aard en zoon Danny. Ondanks het begin gekomen van het sprintstartbewijs. En Danny gaat er tegenaan straks, heeft een grondige tegenstander, heeft Harry Slager straks van voorbeeld. En Danny en Aardbom met hun helpen wens ik heel veel succes. Ja, en dan krijgen we er ook nog een Fransman erbij, even lang nu voor die erbij is. Hij had de 8e snelste tijd gisteren, 9,2. Bienvenue, voor Gerard Ogier. Gerard en bij hem heeft hij helaas Dominique Pro. Dominique zijn motor is die had al heel graag meegereden. Maar Dominique is de helper en de boekende succes voor Goedrie en Avant Ketting zijn zijn grote sponsors. En natuurlijk, Gerard's carrosseriebedrijf heeft een eigen bedrijf. Maar Gerard Ogier, en dit is dan de start van de 17, die met Kozel al tegenstander heeft. En ook voor hem dus. Veel succes en van u dames en heren een geweldig applaus voor deze 16 mannen van de klasse Breusel-Eurogier. Thank you.
de verrijking. Persoonlijk record op een grote 600
staat er aan de kant. Het probleem is, het komt in de kant. Dus als we zijn er 9,1. Thank you.
erin. Ja, dat kan niet op. Ik denk heel veel aan. Maar gisteren ging het dus mis. En alle Ik heb een paar zinnen gekomen, 12,2
tijd genomen, het om 8 uur. En dan ben je naar Franse Boer aardig uit. Kunt u net even inpakken? En dan komt er een tweede kant uit. Production cards. Production cards. En er is al het eerst van nummer 2, Jan Shelby. Bij de teken Rinsen van de Schuit. Coach, buiten de shop, de
vloeren, porseleinen en tuigen. Chinese restaurant Golden Tuin. Die maken dit project mogelijk. Deze prachtige mooie Chevy Pickup. Een 7,4 liter. Motor zit erin. Het is een ex-brandweerauto. Bouwjaar 1948. Hele goede informatie. Hartstikke leuk. En een prachtige auto. Ik kan u vertellen dat die mag ook hebben. Is de derde snelste kwalificatie. Heel weinig in de pro-stoptas. Kwartfinale aantreden door in het startpak. En de rijder van de competition, Bane Poel, aantreden in het startpak.
Express. TNT Express Racing. We zijn natuurlijk niet teruggeroepen om te zorgen dat dit kan worden gerepareerd. En Rijmer Post heeft dus beide. Is dat
RSS is een bij de staat voor dat maatwerk. Ik wil opnemen tegen de kussen. Dus is dan bij de in de kussen met de Pontiac Firebird, de 18-cylinder auto met de 6,16 drainhoud. Kijk, en dan krijgt Auken gekomen de mosbloemen. En de mosbloemen zijn ook voor Tony Klaas. En applaus, mensen van Auken gekomen. Jammer, ik moet het afmaken. Ze waren Auken gekomen. Bedankt met je mooie Fiat en de prachtige tijden. En het leuke buurwerk wat je hebt laten. En succes bij het sleutel. En voor Tony Klaas, Tony, fantastische bouwer van motorfietsen, van auto's. Kijk maar, rustig op twee kleine kartpieren of twee kleine schelpen die we aan het voorbereiden. Dan is het dus een auto die twee niet meer heeft. Dat is makkelijk, je hebt een keer
Dan staan voor onze twee cellen automobilisten Jan Shelby als winnaar en ik vind al twee van ook een en de felicitatie en de applaus van die mag dus ook klinken. Daar is Werner Brugge. Zijn helper en zijn echtgenoten rennen naar toe. Daar is hij met de bosbloemen. Aan de kant en Werner Brugge zet de helm even af. En het applaus. En applaus hier vanaf de baan voor Werner Brugge. En de verliezer van Modified, Richard Roos, wordt ook van de Bosbloemen gewinnen. Daar is Richard Roos van Richard. En applaus. Met de Bosbloemen. Zeker, zoals gezegd, straks een tent geschoten door de Bosbloemen. Hier. Fantastisch gedaan, Lens Pesot. Heel erg mooi. Lens Pesot, 29 jaar jong, in zo'n centrum woont hij. Met de ICI en de Rob Fisher heeft hij van goede sponsors. En een keurige 9-0 was hier vandaag te doen om te kunnen winnen. Met de bosbloemen en het applaus van u gaat hij terug naar het veld van hier op.
De mensen van de pers die ervoor gezorgd hebben dat die hier kon komen en wisten wat het doen was. Veel kracht over de congratulations van 8.6 3-speed en 3.6 veel kracht over en applaus. Oké, bedankt van zeker de beide dames. Oké! Veel kracht over de winnaar. Sterke mannen daar. We kunnen het nog even zien, we kunnen het nog even kluren als we straks in de ijzerleiding de grote beker zonder op Oostkamp het overgaan, dus naar Engeland gaan.